Hallo dames en heren, mijn naam is Catharina en welkom bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Catharina. En vandaag heb ik even ingevallen voor Vincent en het komt eigenlijk omdat Vincent een beetje ziek is. Ja, ik probeer het van me over te nemen, ik zal me zo verder voorstellen, maar we gaan eerst naar het intro. Toch? Zo ging het toch, hè? Dacht het wel. Woo! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja! Nou, ik ben dus Catharina en ik zit volgens mij aan de verkeerde kant van de weg. Welkom dames en heren. Ik kan het uitleggen. Mijn naam is dus Catharina. Oh, wat stom. Ik ben niet goed in deze... Dit is niet mijn ding. Ik ben zelf bloemenverkoopster bij V&D. Ik ben dus eigenlijk de vrouw van de baas van Vincent eigenlijk. Dus ik hoor heel vaak ook telefoontjes. En het zei het zo. Ja, ik kan heel slecht tegen zon. Ik ben verschrikkelijk. Ik kan niet tegen zon. Echt niet. Echt niet. Dus ik heb heel vaak gewoon wat voor mijn ogen om het te bedekken. Nou, ga eens aan de kant. Ik ga je passeren, jij. Stom ding. Nou, ik begreep dus van Vincent dat we... dat we dingen gingen opnemen met een camera op een gezicht. En dat we dan een stukje gingen rijden. Want hij wou heel graag naar Italië, maar door omstandigheden kon hij dat niet doen, helaas. Dus jullie moeten het vandaag met mij doen. Helaas. Pindakaas. Ik wil ergens naartoe. Ik ga namelijk richting... Ik laat het zo zien op de map. Ik moet eerst even hier naar boven. Dus ik ga hier zo de bocht om. Zo'n 40 km per uur mag ik hier. 40 kilometer. Jongen, die pruik die jeukt, jongens. Die pruik jeukt. Ik kan niet zo rijden. Zo, huppakee. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Vincent Vrachtwagenchauffeur. En we hebben onze eigen vrachtwagen weer, dat weten we. Dat was de roze met blauwe, ik laat het wel even zien, je weet het wel. Kijk. Dit is hem. Ah, een mooi ding joh. En we gaan dus naar een nieuw stuk land. Ik ga even op de M klikken, want daar hebben we de mapkaart. We kunnen hier boven moeten we hier naar onder. Dus de tweede afslag pakken wij. En nemen wij ook gelijk. Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Het heeft misschien weer even geduurd voor jullie. Maar ik maak zoveel mogelijk afleveringen. Want dit is toch een van de leukste series die ik heb gedaan op mijn kanaal. En het kon gewoon... Als ik dit stuur niet had, dan was het spel veel minder. Dan kan ik gewoon mijn erewoord... Echt waar, het voegt zoveel leuk iets toe. En ik ben totaal niet de Formule 1 racer. Ik ben ook helemaal niet. Ik vind het ook helemaal niet leuk, Formule 1. Ik vind het ook niet leuk om naar te kijken. Ik heb er gewoon niks mee. En ja, ik vind het gewoon een vrachtwagenstuurtje. Dus we gaan hier af. We gaan naar Milano. We moeten namelijk richting. We gaan richting Italië. En Italië is natuurlijk een prachtig land. En we zitten volgens mij nu in Zwitserland. En. Ja, dat is gewoon zo. Daar moet je me gewoon op geloven. Ik zie wel een hele leuke omgeving. En een heel smal weggetje. Ik rij ook veel te hard. Ik mag hier 40 en ik ging net al 120 km per uur. Dus dat maakt helemaal niks uit. Ik ga altijd te hard. Het is ook lekker smal hier. Moet je kijken, man. Echt, gelukkig heb ik niet zo'n brede, dikke vrachtwagen, weet je wel. Want anders wordt het echt linker soep. Nu zijn we dus op een plek aangekomen, zoals je rechts ziet onder in de map, of hier onder mij, dat het nog niet geel is gemarkeerd. Dus betekent dat we eigenlijk nog helemaal niet hier zijn geweest. Dus ik zie allemaal nieuwe dingen hier en dat vind ik geweldig. En ik zie al de prachtige berg op de achtergrond. Dat betekent dat wij dus de goede kant op gaan. Ik hoef niet te tanken. Ik weet dat in Italië niet zo heel veel tankstations zijn. Dus laten we hopen dat we niet zonder brandstof zitten dit keer. Net als vorige keer hadden we echt, het was echt spannend gewoon. En wat we doen is met 404.000 euro op zak gaan wij dus op zoek naar een garage in Italië. En waarom ik voor Italië kies is omdat het een prachtig land is. Het enige nadeel aan Italië is dat er een hoop bergen zijn en dat het wat lastiger rijden is dan normaal. Maar dat vind ik toch wel weer een soort van uitdaging, weet je wel. Kijk, ik kan zeggen
Vincent, jij hebt vast en zeker, je bent in Nederland, je hebt vast en zeker een garage in Rotterdam. Dat klopt. Oh ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ik heb een garage in Rotterdam. Maar je hebt er toch één laten maken. Groningen? Nee joh, ik zit niet eens in de buurt van Groningen. Ik zit bij Italië. Italië? Wat moet je daar nou in zoeken? Ja, het is prachtig. En zoals je ziet, als ik op de M klik, volgen wij deze hele lijn. Hier zo, deze hele route. Helemaal naar onder. En dan gaan we dus naar Milano, omdat we deze plek helemaal nog niet hebben bezocht. Gaan we dus naar Milano toe. Dat is onze, dat is ons doel, zeg maar, voor vandaag. Ik heb ook, zeg maar, de crew gespeeld. En ik had gezegd in die video dat ik de crew ging vergelijken met Eurotruck Simulator. Wat ik eigenlijk niet mocht doen. Maar ik vergeleek het alleen maar met het feit dat het gewoon een grote game is. En jongens, kijk nou eens even. Ik wil even dit doen, hoor. Ongelooflijk. Sorry, ik moest het even doen. Ik moest even die omgeving laten zien. Prachtig gedaan. En ik merk ook dat ik helemaal heel weinig flitslampen aan de weg staan bij Italië. Ik weet niet of dat dit echt ook zo is, maar ik vind het alleen maar een voordeel. Alhoewel, ik moet wel op de snelheid letten. En ook zo schitterend hier. Moet je kijken wat de omgeving. Ik druk nog even op de M, zodat we kunnen kijken of daar ook een weg loopt waar we op kunnen. Nee, dit is gewoon een versieringsweg hier boven mij. Daar kunnen we dus niet op. Of het is voor de trein. Snelheidsboete. Kloppen maar weer gelijk af. Flitslampen gegarandeerd. Trouwens, een heel leuk stadje hierboven. Dus we gaan voor het eerst Milano ontdekken. Ontdekken eigenlijk, hè. Oh, daar hebben we zo'n kwal voor me. Zo'n zondagsrijder. En die mensen die weten niet hoe ze moeten rijden. En dan moet ik weer heel klein op mijn remmen. Maar ik kan hem ook niet inhalen. Dat is het probleem. Ik mag hier niet met iemand inhalen. Het is een hele krappe tunnel. En ik snap dat we hier 85 km per uur mogen. Dus ik hou me dan maar voor deze keer aan de snelheid. Ik ga gewoon eigenlijk een beetje bumper kleven bij hem. Let op. ik weet niet. Ik vind het leuk om te doen. Het is wel gevaarlijk natuurlijk. Oh, hij gaat 84 km per uur. Hij gaat ongeveer 85 km per uur. Ik zit echt vlak op hem. Hij mag echt niet keihard gaan remmen. Dus daar moet ik even mee uitkijken. Oh. Hij rijdt echt 84, 85 km per uur. En die kwal voor hem, die gaat ook minder hard rijden. Dus dat betekent dat deze hiervoor dadelijk op zijn remmen gaat. Ik neem een klein beetje voor zeker wat afstand. Ja. Oh, kom op, kom op. Het rijdt echt niet door, maar het is echt een onwijs lange tunnel. En we zijn er bijna doorheen. Na deze bocht zijn we door deze lange tunnel. Komt natuurlijk een Italië, is een berggebied, weet je wel. We zijn er door. Dat betekent dat we weer mogen inhalen. Ja, niet voor me. Ja, kom op. Ga naar links, ga naar links. Goed zo. Ik mag hier trouwens maar 80, dus ik moet me wel een beetje houden aan de snelheid. Prachtige omgeving. Kijk eens even. Ik geniet hier weer keihard. Schitterend. Ik druk even op M om te kijken waar we zijn. Maar we zijn hier bij de 2. Ik zie een 2-cijfer. En ik heb hier nog nooit gereden. En dat is gelijk al te zien. Wat ongelooflijk hier. Zo vet gedaan. Ik kan er ook naartoe als ik wil. Want er, ja, blijkbaar ging er een weggetje naartoe. Oh. Ja, ik heb natuurlijk geen vracht bij me dit keer. Ik heb alleen mijn wagen. Dus ik ga verschrikkelijk hard. Maar dan moet ik dus mee uitkijken dat ik niet al te hard ga. En dat ik mijn stuur in bedwang hou op de weg. Want ik wil geen ongeluk veroorzaken. Parkeren 200 meter verder. Nou, het is overdag, dus ik hoef niet te rusten op zich. Ik zal voor te remmen, want een aantal mensen gaan ook langzaam op de weg hier. Dus ik vertrouw het niet. Ja, we kunnen hier gaan rusten. We zijn in een rustplek, zeg maar. Wel prachtig hier als je hier even in de bomen of tussen de bergen door aan het tukken bent. Heerlijk. Ik tuk in mijn truck. En ook op de berg daar zit een huisje. Ja, die zit daar gewoon. Die staat daar niet, maar die zit. Even kijken, wat gaan we hier doen? Want we kunnen ook hier afslaan. Nee, we gaan hier niet afslaan. Deze weg lijkt me wel echt fantastisch, want die hebben we ook nog niet gereden. En dat gaat dus ook door Italië, maar kunnen we alsnog op de terugweg doen. Of we kunnen even een rondje om, dat we weer uitkomen bij Milano. Dat we een rondje gaan volgende keer. Maar we gaan eerst, ik zou ook hier naar boven kunnen gaan, dat we eerst naar Innsbruck kunnen.
ik denk dat we dat eerst gaan doen. We gaan eerst naar Innsbruck. Ja, dat vind ik fijner. Dus we nemen hier de afsnijroute. Hoppakee, we gaan naar Innsbruck. Want ik ben heel benieuwd hoe die weggetjes eigenlijk gaan. Milano komt volgende keer. Ik beloof het jullie plechtig. Schudden ze hem ook hier naar links toe. Richting Milano, dan gaan wij helemaal goed. Oh jee, hier zit zo'n vent voor je neus. Ik ga eens kijken. Ja, we gaan de goede kant op. Deze weg gaan we uitvolgen. Dus dat duurt nog even, mensen. Hou je gereed. We gaan een heerlijke tocht maken door het prachtige Italië. En dan laat ik zien waarom Italië zo mooi is. Rij door. Nee, dat kan niet. Potverdorie. Potverdorie. Ik snap hier geen reet van. Kom op. Ja, doorgetrokken. Ik kan hier niet inhalen, mensen. Dat weten jullie. Jullie weten, ja, hier kan ik wel weer inhalen. Maar er komt weer een auto aan. Kan ik inhalen? Ja, we gaan het proberen. Ja, dit is best wel nog nooit gebeurd. In mijn... geen één aflevering eigenlijk. Ik lig keihard op zijn kop. En dit is het enige wat je kan zien qua beeld. Ik kan niet zoveel dan eventjes F6 roepen. En eventjes de wegenwacht roepen. Want ja, dit is een duidelijke taak voor de wegenwacht. Het kost ons wel 1206 euro. Oh shit, hé. Holy shit. Jeetje. Het voordeel is dat we nu al Milano hebben ontdekt. Of Milano, excuus. Milano hebben we ontdekt. En daar hoeven we dus niet meer naartoe. Ik ga eens op de M kijken, want we zitten precies in de stad, zeg maar, Milano. En dat betekent dat we nog niet verder gekomen zijn dan dit stukje. Ja, daar wil ik eigenlijk niet te veel over discussiëren. Ik wil wel Milano een beetje gaan verkennen. Ik zie dat het een klein, leuk, rustig dorpje is. Ja, we hebben hier nog meer plaatsen die we kunnen ontdekken. Hier namelijk Venezia. Ziet er ook heel leuk bij. En Verona zien we ook. Maar we gaan eens Milano even ontdekken dan. De plan zijn gewijzigd. Je weet het nooit bij ons. In de vrachtwagenchauffeur Vincent reeks. Wat er gaat gebeuren, wat je kan verwachten. Maar deze truck kan dus ook nog op de kop gaan. Het is toch ongelooflijk. Maar hij rijdt wel heel lekker. Oké, niet te hard door de bocht. We gingen bijna weer uit de kop. Dus Milano. En Milano telt dus ook een klein beetje snelweg, zoals je ziet. Heel krappe wegetjes. Ik merk al dat eigenlijk Italië heel is opgebouwd uit hele smalle wegen. En dat is voor mij natuurlijk best wel lastig. Je mag hier trouwens pas 40, geen 90 km per uur, Vincent. Goed zo. Hou je aan de snelheid. En hele mooie bergjes. Mooie bergjes. Geen vlakke landschappen, schapen zoals Nederland. Maar gewoon... oh, jongens. Je mag hier 40! Hé! Hey! Je mag hier 40! Nou, als hij naar rechts gaat, ga ik naar voren. En als hij naar voren gaat, ga ik naar rechts. Wat ga je doen? Geef... ach. Het is hier wel lekker druk, merk ik. Ik merk ook dat mijn framerate een beetje naar beneden gaat. Echt een heel klein beetje maar. We kunnen even kijken wat voor vracht we hebben hier allemaal. Eens kijken, we hebben een graver en die moet helemaal naar het Verenigd Koninkrijk. Ik krijg wel 47.000 euro voor. Maar dit, ja, dit kunnen we niet doen. We kunnen wel naar Frankrijk rijden, maar dit wordt echt heel lang rijden. Want we zijn bijna 10 uur... of nee, even kijken hoe lang zijn we onderweg. Lang. We zijn lang onderweg. Het staat er niet bij, maar we zijn lang onderweg. Gaat dat maar voor mij af aan? Ja, we zijn lang onderweg. Oké, we gaan hier even naar achter. En dan gaan we nog even verder bekijken wat we allemaal hebben. Want ik zie hier links ook allemaal bedrijven. Het is eigenlijk een hele kleine, smalle weg. Apart hoor, Milano. Ik wil hier naar links toe. Kijk wat hier is. Oh, een wat smallere weg dan ik had verwacht. Hoppakee. We gaan eens kijken hier links. Want wat hebben wij allemaal? We hebben nog meer wat we kunnen vervoeren. En ik denk graafmachines als ik dit gebied zo ziet. En ja hoor. Voorhaftrucks en gravers.
Nou, deze moet echt helemaal naar midden. Moet helemaal naar Carlisi. En dat is allemaal veel te ver weg. Ik wil iets doen in Italië. Maar we kunnen wel dit terrein afrijden. Dat vind ik wel heel leuk gedaan, dit. En ook een meneer staat hier zo. Hallo, meneer. Oh, je kan er niet eens heen. Echt niet? Oké, je mag daar niet heen. Dat is voor het eerst dat ik iets zie dat je niet heen mag. Dus dit kunnen wij niet ontdekken. Ik weet niet of wij het terrein op kunnen rijden, een klein deel. Ik kan het proberen, wie niet waagt, wie niet wint, toch? Zo, we gaan ook eens het terrein oprijden, zo. En daar kunnen we ook niet heen. Maar we hebben wel het hele vlak geel gemaakt. En dat is een voordeel, want we willen een hoop de gedeeltes van de map verkennen. Ja, ik ga hier een blokje om. En ik ga dus hier maar naar links toe. Dat lijkt me wel een leuk idee. Dat lijkt me een goed plan. Oh, en dan gaan we hier weer naar links. Want anders gaan we weer uit Milano. Nou ja, dit is nog steeds hoor bij Milano hoor. Motor defect. Zoek snel ook een werkplaats. Ik heb blijkbaar te hard gebotst net. Waardoor mijn motor kapot is. Ik ben eigenlijk heel slecht bezig. Ik moet echt een beetje gaan gedragen op de weg. Maar mijn motor is kapot. We gaan kijken hoe lang die het volhoudt. Hier zien we links een bedrijf. En ik ga eens naar binnen toe. En we gaan eens kijken wat die allemaal voor aanbieding heeft. Forftrucks, erts. We verkopen erts. Die moet helemaal naar Polen toe. Ik zie hier de sinaasappels. Lekker. En ik krijg gelijk dorst. Oh, dat moet ik echt niet meer doen, hè? Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb gelijk dorst. Bedankt, sinaasappels. Jammer dit. Ik weet niet wat er met mijn hand is, maar deze vrouwenaflevering is flink aan de botserij. Ik ben flink slecht aan het rijden. Excuus daarvoor, mensen. Excuus. Als jullie je kunnen storen aan mijn rijgedrag, ik begrijp het volkomen. Ik wil gewoon wat meer laten zien van Vincent van de map. Vincent's vrachtwagenchauffeur. Ik wil gewoon, gewoon eens even lekker vrij rijden. Gewoon dat mag ik ook eens. Ik heb me te vaak gehouden aan de regels. Ik heb me te vaak gehouden aan de weg. Hier, ik ga lekker de rood. Hoppakee. Hoppakee. En ik mag nou wel eens een beetje trollen. Beetje trollen maakt niet uit. Ik ga hier naar rechts. Roodlichtsovertreding. En hier gaan we nog een keer naar rechts. En even kijken, wat kunnen we hier doen? Is dit een garage die we kunnen kopen? Deze garage is momenteel te koop. Ik zit eraan te denken, zomaar in Milano een vrouw. Ik wil deze kopen. We doen het gewoon. Dat was onze missie. Koop een garage in Italië. Coole dans. Echt, dat muziekje make no sense. Je krijgt wel beelden te zien, maar we hebben wel deze vrachtwagen. En we kunnen... We kunnen de garage beheren. We gaan eens kijken. Wat zit er allemaal in? We hebben Rotterdam en Milano. Wat is Rotterdam? Dagelijkse winst. 14.000. Dat is best wel wat. Dagelijkse winst is 14.000 uit de garage. Productiviteit is 23. We hebben 3 van de 5 toegewezen chauffeurs. Het is een groot bedrijf ook. Hè? De grote. Maar dit is een klein bedrijfje. En we kunnen hem uitbreiden. Maar dat kost ons opnieuw 150.000 euro. Dat is best wel veel. Ik ga eens kijken wat kunnen we allemaal doen. We kunnen een garage, we kunnen een truck kopen online. We kunnen ook langs een dealer gaan. In Italië zit Scania. We kunnen de dealer bezoeken. Zo, we gaan hem nu bezoeken. Ik weet niet wat hij doet nu. Nu gaat hij laden. Het is vrijdag 4:30. Dat klopt niet. Het is wel vrijdag dat ik het... Nee, het is donderdag vandaag. Allemaal mooie vrachtwagens. Dit is die ik kan kopen. Nou, hier zie je truck adviesprijs 109.000 euro. Ja, ik wil helemaal niks kopen. Ik wil gewoon de truckdealer uit. Geen Italiaanse truck kopen. Zo, we moeten de truck ook even laten maken. Want hij is een beetje naar zijn grootje. Maar dit is wel een heel leuk garagetje. Dat is wel een heel leuk hoor, deze. Vuilstortplaats erachter. Even kijken. Ik ga eens op de M kijken. En ik denk dat wij gaan stoppen met de aflevering.
ja, volgende keer gaan we verder zoeken. En gaan we kijken naar andere plaatjes. Dus dat wordt heel gaaf. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!